Die is zo aardig geweest om voor ons hier officieel het café open te knippen, zullen we maar zeggen. Ja, nou, dankjewel Joost, ik doe dat heel graag. Zeker ook omdat dit is de buurt waar ik ben opgegroeid. Ik ben zelfs al oud genoeg om te weten dat het ooit eerder een buurthuisfunctie kreeg. Want tot 1977 was dit gebouw gewoon 100% in gebruik van de kerk. En toen is het buurthuis naast hun buur ook opgericht. En deze, als ik me niet vergis, in dit deel van van het gebouw. Nou, prachtig om dat nu weer te zien. Ook prachtig om te zien hoe groot de opkomst is. Dat verrast mij zeer positief. Ik denk ook dat het belangrijk is, hè, buurtverenigingen zoals toen zal er wellicht niet meer op terugkomen. Maar dan wel dat er in de buurt plekken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Want dat hebben we toch wel ook zo nodig. Zeker ook in de tijden van vergrijzingen, weinig personeel. Dus ik denk goed dat we in de buurt ook een beetje oog voor elkaar hebben. En dat er contacten met elkaar zijn. Dus heel blij met deze opkomst. Ik wens de vrijwilligers, Joost, veel succes. Ook fijn natuurlijk de medewerking die we krijgen van het theaterke. Ik ben zeer optimistisch over de toekomst van dit buurtcafé. En nogmaals, zeer veel succes daarbij. Met aanwijzing van deze kant van het lint. Dan verklaar ik hierbij het buurtcafé naast de best voor geopend.